We openen Gods heilig woord vanmorgen in het boek van de psalmen. En we lezen samen psalm 122. De schriftlezing is psalm 122. Een lied Hamaalot van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen: wij zullen in het huis van de Heere gaan. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is. Waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Heere, tot de getuigenis van Israël om de naam van de Heere te danken. Want daar zijn de stoelen van het gericht gezet. De stoelen van het huis van David. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Om mijner broederen en mijner vrienden wil, zal ik nu spreken, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere, van onze God, zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen... Straks na het amen van de prediking zingen we uit psalm 135, het 12e vers, Sion. Loof met dankbare stem God uw Heere die eeuwig leeft en het schoon Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Psalm 135, het 12e vers, na het amen van de prediking. Tekst voor de prediking is psalm 122 en dan verschillende elementen uit deze psalm. Dus de tekst is de psalm zoals we die ook hebben gelezen. En geliefde gemeente, we hebben die psalm gelezen omdat op de eerste zondag van de maand oktober het ook wel de zogenaamde Israëlzondag genoemd wordt. Zondag waarop in veel kerken extra aandacht gegeven wordt, ook in het gebed, maar ook in de verkondiging aan Israël. En we doen dat omdat in de achterliggende week het voor het Jodendom het Rosh Hashanah was, de Joods nieuwjaar. Ze hebben dat gevierd. En in verbondenheid vanwege de God van Israël en het woord van deze God die ons ook het Oude Testament heeft geschonken, vanuit dat volk ook de Messias heeft gegeven, willen we ook op deze zondag luisteren naar dat boek van het Oude Verbond. Een van de psalmen die daarin staat. Psalm 122. Bid om de vrede van Jeruzalem. Nou, we doen dat in een tijd waarin het deze week een jaar geleden is dat die verschrikkelijke terreurdaad plaatsvond door Hamas. En al het geweld wat daaruit voortgevloeid is en wat zich lijkt te verspreiden over het Midden-Oosten. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Er is al een reden voor. Jeruzalem dat ik bemin. Omdat Jeruzalem, Sion, de stad is van waaruit God al ver terug in het Oude Testament beloofde zijn woning te willen hebben, zijn heil te willen geven, zijn zegen te willen schenken. En daarom vanmorgen luisteren we eerst naar psalm 122. We hopen vanmiddag dan, en dan gaat het ook weer over de tempel, en dan gaat het ook weer over die God van Israël die zijn zegen wil geven en zal werken dwars door de wereldgeschiedenis heen, willen we die serie over Haggai afsluiten. Psalm 122, een grote rol is in deze psalm als het ware weggelegd voor Jeruzalem, voor de stad van de Israëlieten. Vandaag nog een stad waar heel veel aandacht voor is, die als het ware bij tijden ook het middelpunt van de aarde lijkt te zijn. Maar Jeruzalem was ook al in de profetieën het middelpunt van de aarde. Jeruzalem werd geprofeteerd ook als een stad met een grote toekomst. Er wordt naar verwezen in de zin dat het de stad is van de priester Melchizedek in de tijd van Abraham. Het is de stad van David, die een grote zoon beloofd was, die zal zitten op de troon tot in alle eeuwigheid.
Het is de stad waar Jesaja van geprofeteerd heeft dat de Heere, het huis van de Heere daar zo zou vastzetten dat het zou worden de top van alle bergen. En de tempelberg zou zich verheffen boven alle heuvels rondom en de volken zullen daar samenkomen. Kom, laat ons opgaan tot de tempel van de God van Jacob, want uit Sion zal een wet uitgaan en het Heere woord uit Jeruzalem. Nou, al die verschillende elementen die onder het volk van Israël bekend waren en die geprofeteerd werden en die door in de tempel ook gelezen werden, dat begaf voor de Israëlieten een vreugde om op te gaan naar Jeruzalem, samen met anderen. We lezen dat in deze psalm. Ik verblijd me. Ik word er blij van binnen van als ik andere mensen hoor zeggen, kom, laten we naar Jeruzalem gaan. Vreugde als er anderen zijn die meereizen naar de stad van God. Blij zijn met anderen die naar het huis van de Heere gaan. Was u vanmorgen blij om naar Gods huis te gaan? En dat je misschien onderweg anderen zag. En die kwam uit die straat, en die kwam uit die straat, en die kwam daar vandaan. Om samen op te gaan naar het huis van de Heere. Jeruzalem, dat ik bemin. Ik wil met u nadenken en naar het woord van God horen en drie gedachten. Jeruzalem, dat heeft een verleden. Maar door de geschiedenis heen komt het ook tot een vervulling. Maar we mogen ook vooruitkijken naar de vervolmaking. Dus verleden, vervulling, vervolmaakt. Eerst maar eens terugdenken, de vreugde voor Jeruzalem. Waar kwam dat nou eigenlijk vandaan? Waar had dat zijn wortels? Nou, de psalm is gedicht, een lied, Hamaalot, van David. We weten het nog, vlak voor de vakantie hebben we geluisterd naar de psalm hiervoor. Ook een lied, Hamaalot, een psalm voor onderweg, een pelgrimslied. En het gaat hier over het huis van de Heere. Dan denken wij aan een gebouw van stenen of van hout. Maar als het van David is, deze psalm, dan was het in zijn tijd nog een tabernakel. In ieder geval, dat was ook het huis waar God wilde wonen. Daar waar de ark stond, de ark van het verbond. En heeft David deze psalm gedicht om de mensen op te roepen, om de vreugde te bezingen, om samen naar die tabernakel, naar die woonplaats van de Heere te gaan. En zo is psalm 122 ook een pelgrimslied. Uit alle gebieden, windstreken van het land Israël kwamen ze om op te gaan naar de plaats waar God wilde wonen. Uit allerlei stammen kwamen ze. En ze kwamen voor de grote feesten, het Pascha, het Pinksteren, het Loofhuttenfeest. En bij die grote feesten, als de pelgrims optrokken, lieten ze al hun werk liggen, lieten ze hun landerijen voor wat het was, hun vee, en ze trokken op naar de plek waar God wilde wonen te midden van de eerste van zijn volk. En sommigen woonden vlakbij en anderen woonden verder weg. En sommigen moesten ervoor een reis voor ondernemen. Maar onderweg naar het huis van de Heere zongen ze die pelgrimsliederen. En als een Israëliet in de rechte verhouding tot God stond, dan was het een vreugde om die gang te maken. Dan was het een vreugde om daarvan te zingen. Dan was het een zegen en dan werd het ervaren als een zegen om daar naar die plaats te gaan waar de Heere het gebed wilde horen, waar de Heere aanbeden wilde worden, waar de Heere zijn zegen wilde geven op grond van het offer, waar schuld beleden en waar schuld vergeven kon worden op grond van dat zoenoffer. Dan was dat in het hart van de pelgrim. We mogen gaan naar de plaats waar we onze God mogen ontmoeten. Ik ben blij. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis van de Heere gaan. Kom, we gaan naar Jeruzalem. En niet, dat herinnert u misschien wel aan die
doopdienst met Psalm 48. Gaat rondom Jeruzalem, telt haar torens. Niet als een toeristische plek. Niet een oproep dat je zegt, joh, dan moeten we samen eens gaan kijken daar in Jeruzalem. Als een of andere bezienswaardigheid, dat moet je gezegd worden, een keer gezien hebben. Ook al wordt er van Jeruzalem gezegd dat het een stad is die wel samengevoegd is. Dichterlijke taal om te zeggen dat het een mooie stad is, dat het een bezienswaardigheid inderdaad is, Jeruzalem. Het zegt eigenlijk nog meer, deze uitdrukking, wel samengevoegd. Jeruzalem bestond in die tijd uit twee delen. De stad van David en het gedeelte daar waar het huis van de Heere was. Maar het hoorde bij elkaar, het was samengevoegd. De plek waar David woonde en de plek waar God woonde, het was als het ware één geheel geworden. De stad waar je kon wonen. En de stad waar God woonde. De twee-stad. En dan heb je eigenlijk gelijk de kern van deze psalm te pakken, waarom het nou een vreugde is om naar die plaats te gaan. Het is de plaats waar je als mens dicht bij God mag komen. En waar God afdaalt om bij de mens te zijn. Een plek waar je met vreugde en verlangen naartoe reist. Als je hart de Heere lief heeft. En dus niet als een religieuze verplichting of zo. Zoals je een keer naar Mekka moet zijn geweest. Maar Jeruzalem dat ik bemin. Niet om de stad als zodanig. Maar ik bemin Jeruzalem omdat God er is. En zijn woning heeft. En dus geen oppervlakkige liefde, zo van, nou ja, Jeruzalem, dat is mijn geboortestad of zo. Zoals misschien iemand hier kan zeggen, nou, ik ben in Rijnsburg geboren, Rijnsburg is het dorp. Nee, ik ben in Katwijk geboren, Katwijk is het. Nee, Jeruzalem, omdat God er is. Het is dieper, het is geestelijker. Liefde voor Jeruzalem, omdat God er woont en een geschiedenis met die stad heeft. God heeft een geschiedenis met die stad. Ja, daar stond in de tijd van Salomo die eerste tempel. En later in de tijd van Haggai en Zacharia de tweede tempel. Maar als je terugleest in de geschiedenis, dan was het de plaats waar de tabernakel heeft gestaan. En nog verder terug, daar waar Moria, die berg ligt, waar Abraham dat offer moest brengen en waarvan al gezegd werd door Abraham profetisch, God zal zichzelf een offer voorzien. Jeruzalem is de plek waarvan God gezegd had, deze plaats op de wereld kies ik uit om daar af te dalen en te wonen. Hier wil ik het verzoendeksel hebben, waar de vergeving van de zonde kan plaatsvinden. Waar de zegen gegeven kan worden aan een volk dat in zichzelf zondig en afkerig is. Dat is de plaats waar ik recht wil spreken. Mijn recht wil laten gelden. Dit is de plaats waar een gevallen Adamskind mij kan ontmoeten. Kortom, Jeruzalem was voor een gelovige Israëliet, het centrum van zijn leven. Daar ontmoette hij de Heere, de God van het verbond. Daar werd de gemeenschap hersteld op grond van het offer. Niet dat hij kwam brengen, maar waarvan God had gezegd, ik geef je dit offer, breng het op het altaar. Jeruzalem was de stad waar de vrede, de werkelijke vrede, de shalom. En dan denken we maar terug aan afgelopen zondag. Op deze plaats zal ik mijn vrede geven. Waar herstel was en waar beleefd werd dat God het goed gemaakt had tussen hem en een zondig mensenkind. Kom, ga met ons naar deze plek waar God woont en waar God spreekt en waar God wil horen naar het gebed en waar God zijn genade wil uitdelen en zijn zegen wil uitschenken. Om wat te doen.
Waarom naar die plek om wat te doen? Om de Heere te loven? Om hem dank te zeggen? Waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Heere tot de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te danken, komen daar waar God getuigenis geeft van wie hij is. Waar hij getuigenis geeft van wat wij nodig hebben, wie wij zijn. Waar hij getuigenis geeft van wat hij uit genade geven wil. Om hem te danken. En het woord wat daar staat heeft een veelvuldige betekenis. Danken voor zegeningen die God geeft. Voor wat hij, en laat het maar even op onszelf betrekken, in de achterliggende week aan ons geschonken heeft. Dag in, dag uit. Ook de dingen waar je eigenlijk zo gewend aan bent geraakt, dat je het eigenlijk normaal begint te vinden. Maar iedere seconde van je leven is een zegen van God. Iedere hartenklop is een gave van hem. Om de Heere te danken. Samen ook te danken, zoals we hier weer bij elkaar mogen zijn, hoe goed de Heere voor ons is geweest in de achterliggende week. Om de naam van de Heere te danken, dat is ook hem prijzen. Hem prijzen om wie hij is, om zijn eigenschappen. Hij is de alwetende, de almachtige, de alomtegenwoordige. Hij is de genadige, de barmhartige, de rechtvaardige, de heilige. Er is zoveel in hem te ontdekken, mag ik het zo zeggen. Als hij zich bekend maakt in zijn woord, dan is er zoveel in God te ontdekken dat je kan loven en prijzen. Dat hij het zo waard is. Hij die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen het werk van zijn handen. Om de naam van de Heere te danken, dat is belijden. Deze God is onze God. Hij zal ons geleiden ter dood toe. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Deze God. Die mogen we daar vinden, voor hem buigen, hem belijden, opnieuw belijden, zoals we dat aan de avondmaalstafel deden, van nu voortaan, in een oprechte en waarachtige dankbaarheid leven jegens God. Dan is eigenlijk iedere zondag als we hier in de kerk zijn ook weer een vernieuwing van die belofte. Heer, ook de komende week wil ik mijn leven aan u toewijden. Gedachten, woorden, daden. Zijn naam belijden. En dat is dus niet iets passiefs. De stammen gaan op. De stammen vertrekken van hun huis naar het huis van de Heer. Om vanuit hun eigen tijdelijke woning te komen in Gods woning. En het is een zegen, echt waar, voor degenen die thuis nu meeluisteren, omdat ze vanwege ziekte of ouderdom hier niet in de kerk kunnen zijn, is het een zegen dat die techniek er is. Maar naar de kerk gaan is niet iets passiefs. Als je de gezondheid hebt en als je gezegend bent met krachten, dan is het een samen opgaan naar zijn huis. Om hem te danken. Wat dat betreft is naar de kerk gaan ook een geloofsdaad. Je bed uitkomen 's ochtends. Om naar de Heere toe te gaan. Bidden ook. Bid om de vrede van Jeruzalem. Ja, waarom? Het is niet zo heel moeilijk te begrijpen. Als er strijd is en als er oorlog is en als er gevochten wordt rondom de muren van Jeruzalem, hoe zouden de pelgrims op kunnen gaan naar het huis van de Heere om daar hun God te danken en te aanbidden en te loven en te prijzen en in die ontmoeting met God te kunnen komen? Als er strijd en oorlog is, bid om de vrede. Want in de vrede kan je God ontmoeten.
Nou, zo wat dingen uit het verleden van deze stad, waar de Heere zijn zegen en zijn genade wilde geven en uitdelen. En waar de vreugde was voor de verschillende stammen om naar dat huis op te gaan. En elkaar opwekte om naar Jeruzalem te gaan, om deze God die ze niet konden zien, maar die ze in zijn aanwezigheid in de tempel mochten ondervinden, daar te gaan loven en te prijzen. En toch, gemeente, en toch, als je erover nadenkt, heeft die periode van Jeruzalem iets onvervuld. Er was iets dat miste. Al was de vreugde oprecht, al was de blijdschap daar, al was de omgang met de Heer in de tempel en in Jeruzalem ook reëel en echt. Er was toch steeds iets wat dat geloof deed verlangen naar meer. Er waren priesters. En in hun kleding en in hun handelingen kwam het al te openbaar. Dit is tijdelijk. Dit moet gaan vervuld worden door de priester die dat eenmalige offer brengt wat voldoende en volkomen is. Niet steeds herhaald. Naar die priester die de volkomen priesterdienst zou gaan verrichten. Die offers, ze waren een bron van belijdenis van schuld, maar ook een belijdenis van de vergeving die bij de God van Israël te vinden is. Maar ze moesten steeds gebracht worden. Er zat ook iets in van, Heere, wanneer komt het moment dat dat volmaakt gedaan is? En de psalmen die gezongen werden, die zongen over de Messias, die hadden het ook in zich. Ja, de vreugde en de blijdschap dat er een belofte was dat de Messias zou komen en dat het heil uit Sion zou gaan voortvloeien. Maar als ze daar waren, dan was er heil, maar het vloeide nog niet. De vervulling van die hele tabernakel en tempeldienst was er nog niet. En dan komt er een profeet als Maleachi die dat profeteert, dat Johannes de Doper zal gaan komen, de boodschapper. En hij profeteert dat de Messias plotseling zou komen tot zijn huis, naar de tempel. En in die verwachting leefde dat volk nog, met liefde voor de stad van God, met uitzien naar wat nog vervuld moest gaan worden. En dan profeteert Maleachi dat hij plotseling zal komen tot zijn tempel. En je denkt dan aan de geschiedenis die Lucas ons beschrijft. Hoe daar de Heer Jezus ineens binnenkomt en met een geesel in zijn hand over het tempelplein heen gaat. En er al die verkopers die daar een rovershol hebben gemaakt van het huis van zijn vader wegjaagt. Plotseling komt hij tot zijn tempel. Want hoe kan er nou vreugde zijn? Hoe kan er nou de oprechte dienst aan de Heere zijn als er een hele economie omheen gebouwd is? Van geldwisselaars en van allerlei handelaren. De zuiverheid van de dienst van de Heere, het was voor de Heer Jezus van het hoogste belang. Jeruzalem was immers de plaats die God verkozen had om zijn heerlijkheid binnen te brengen. Want de heerlijkheid van dit huis zal groter zijn dan van dat eerste huis. En tijdens al die grote feesten ging de Heer Jezus ook op naar Jeruzalem. En tot en met de keer dat hij voor de laatste keer naar Jeruzalem reisde en binnenkwam als vervulling van Psalm 118, dat hij zou reizen en zou komen op een ezel. En de mensen herkenden er iets van en die zeiden, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En maar een aantal dagen later roept diezelfde menigte, kruisig hem, kruis hem. En hij werd veroordeeld tot de kruisdood. En hij vervulde zo het Pascha. Door zijn offer aan het kruis. Ziet u hoe de Heere niet alleen maar Sion heeft uitverkoren om daar te wonen en zijn heil te gaan geven, maar hoe hij ook door de geschiedenis heen alles geleid heeft dat offer gebracht zou worden en dat die priester zou komen en dat die heerser zou komen uit de stam van Juda om daar te doen wat God nodig achtte om een verloren zondaar met zichzelf te verzoenen. Jeruzalem, dat ik bemin.
En hij is gestorven daar in Jeruzalem. En hij is begraven daar in Jeruzalem. En hij is opgestaan daar in Jeruzalem. En voordat hij naar de hemel opvoer vanuit Jeruzalem, gaf hij de discipelen de belofte van de Heilige Geest om in Jeruzalem te blijven, totdat ze aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoogte. Om te gaan preken dat evangelie van zijn bloed. En toen vloeide het uit, vanuit Sion naar de omliggende landen, tot in de uiterste delen van de aarde. Want deze Jezus had gezegd tegen die Samaritaanse vrouw: er komt een tijd dat de mensen niet meer op de Gerizim zoals de Samaritanen, of niet meer in Jeruzalem zoals de Israëlieten. De Heere zullen aanroepen, maar overal waar dat gedaan zou worden in geest en waarheid. En zo werd het rijker in het Nieuwe Testament. Had de Heer in het Oude Testament een plaats gegeven waar hij zijn wet en zijn evangelie en zijn belofte gaf en waar de verzoening werd bediend? Het is in het Nieuwe Testament rijker geworden. Nee, we zijn als kerk niet de vervanging van Israël. Maar sinds Pinksteren komt het heil door de Heer Jezus Christus ook tot heidenen. En wordt de scheidsmuur tussen heidenen en joden afgebroken. En worden ze in Christus tot één volk gemaakt. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar wil ik zelf aanwezig zijn. Hij regeert door zijn woord en geest. En door dat evangelie worden nu ook heidenen uit allerlei windstreken getrokken en gebracht tot het heil dat vanuit Sion kwam. En ze worden door het werk van de geest, door het geloof ingevoegd in dat volk dat daar in het Oude Testament stond bij het altaar en zag op dat offer en zijn zonde beleed en zei: Heer, het kan alleen op grond van dat offer dat ook eenmaal gebracht moet gaan worden. En ze worden ingevoegd in dat volk dat op de belofte van God leert pleiten en hopen. De geest verbindt ze aan elkaar, joden en heidenen. Verbindt ze aan Christus het hoofd. En overal waardoor de prediking dat bloed gesprenkeld wordt op de hoorders. En daar waar een geloof gezien wordt op dat offer van de Heer Jezus Christus. Daar wordt de bediening van de verzoening ook uitgedeeld. En zo weerspiegelt in het Nieuwe Testament de prediking van het evangelie. Dat wat daarin in Jeruzalem gebeurde in de tempel. Daarom noemt Paulus in Efeze 2 de kerk, de gemeente, een heilige tempel. Een heilige tempel in de Here. En dan kan het zelfs zo zijn dat ons lichaam een tempel genoemd wordt waar de geest wil wonen. Omdat de geest in de harten van zondaren woning wil maken en plaats wil maken voor het werk van deze Christus, wat hij gedaan heeft daar in Sion. En samen vormen de gelovigen die tempel die opwast, met levende stenen ingevoegd tot een woonplaats voor God. Wat een rijkdom is het om lid van de kerk te zijn. Dan ben je als steen al zo dichtbij gelegd. Om ingevoegd te worden in dat gebouw waar de geest wil wonen. Waar God wil wonen. Waar hij door dat werk van wedergeboorte en geloof en bekering in ons hart en leven ons wil invoegen als een levende steen. Tot eer van God. Hier al, op deze aarde. Waar je iets mag ervaren en ontvangen van de shalom. Van de vrede met God door het bloed van Christus. Waar hij door zijn genade en het werk van zijn geest heiliging wil schenken. Zodat we als die levende steen ook passend gemaakt worden in dat gebouw. Dat tot in eeuwigheid zal reizen. En dan is er in het Nieuwe Testament iets van een toename te zien.
toename van hoe de Heere nabij zijn volk wil zijn. Je zou kunnen zeggen, ik heb het gehad over een pelgrimslied, dat deze stammen opgingen 3 keer in het jaar naar die bijzondere feesten. 3 keer naar het huis van God per jaar. De Heere geeft ons als Nieuwtestamentische gemeente 52 zondagen om naar zijn huis te komen. Om onder de bediening van de verzoening te zijn, om hem te eren en te prijzen en te aanbidden en te loven en te danken. 52 zondagen omdat onze voeten gaan naar waar hij te midden van zijn volk wil wonen. Van allerlei kanten. Stammen die opgaan naar de tempel. Stammen, families, gezinnen die opgaan naar de kerk. En als we bidden om de vrede voor Jeruzalem, dan doen we dat. Maar geestelijk gezien is bidden om de vrede van Jeruzalem ook bidden om de vrede dat ook wij in alle rust en vrede als gemeente onder de bediening van de verzoening mogen komen. Dat het niet verstoord zal worden door allerlei vormen van strijd of oneenigheid. Kerkelijk. Of in een gemeente. Bidden om de vrede. Ik ben blij als er mensen zijn die zeggen, kom, we gaan naar de kerk. We gaan naar het huis van de Heere. Maar we weten ook dat de Satan er alles aan zal doen om die blijdschap te verstoren en weg te nemen. Om te zien of die verdeeldheid kan zaaien of op een andere manier de vrede zal kunnen bestoken. En daarom bid om de vrede. Ook voor de gemeente. Voor de kerk. Want er is geen betere plek om te kunnen zijn dan hier. Geen betere plek om met je verdriet en met je rouw en met je zorgen te kunnen komen. Of met je vreugde en je dankbaarheid en de zegeningen die je hebt mogen ervaren. Kom, hoor wat God mij deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Er is niets beters om christen te mogen zijn. Om van Christus te mogen zijn. En dat hier, op deze plaats waar de Heere zegt, hier wil ik wonen en mijn woord geven en mijn genade uitdelen. En zonde aanwijzen en tot bekering brengen. En dat mensen hun zonde gaan belijden en dat vergeving geschonken wordt. En dat ze straks onder mijn zegen dit gebouw weer mogen verlaten. Er is geen betere plek en er is niets beters dan om van Christus te zijn. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven. Wij zijn van de Heere en dat wordt hier uitgedeeld. Dat wil hij hier in het bijzonder werken en versterken. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Bent u een christen? Ben jij een christen? Van Christus. Want hier wordt dat geschonken wat we belijden met die eerste vraag van de catechismus. Wat is je enige troost in leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben, maar ik ben mezelf op de plaats waar de Heere zijn heil wilde geven. Op die plaats ben ik niet meer van mezelf gebleven. Ben ik mezelf kwijtgeraakt. Ik ben mezelf hier kwijtgeraakt aan Christus. Ken u dat? Ken jij dat? Dat je jezelf kwijtraakt aan Christus. Dat Hij al mijn zonden overneemt en mij al zijn rechtvaardigheid toerekent. Vrede met God sticht door zijn bloed. Hij gebonden, opdat ik
ontbonden zou worden. Hij door God verlaten, opdat ik nooit meer door God verlaten zou worden. Waar hij tot mijn hart begon te spreken. En als God om Christus wil tot je hart begint te spreken, dan stopt hij daar in eeuwigheid niet meer mee. Zelfs de dood houdt dat niet tegen. Zalig zij die in de Heere ontslapen. Die mogen in de hemel verder spreken met hun God. Ben u blij als u opgewekt wordt om naar dat huis te gaan, waar hij spreken wil tot het hart. Je kan misschien wel iets ontmoedigd worden als je naar de kerkelijke situatie kijkt, maar laten we ons maar niet ontmoedigen. Ook niet voor de komende tijd. Hoe zou het allemaal gaan in de kerk? Laten we maar vasthouden aan wat Calvijn zei toen in zijn dagen de kerk aan puin lag. De Heere houdt de kerk in zijn hand. Zijn volk laat hij nooit los. Ik zal mijn kerk bouwen en de poorten van de hel zullen haar nooit overweldigen, sprak de Heer Jezus. Laten we maar op die belofte veel pleiten, want Christus heeft een plan met zijn kerk. En toch, heb je wel eens het gevoel dat er hier iets mist? Heb je wel eens het gevoel dat het hier maar, ja, het is wel voller dan in het Oude Testament, maar het is nog niet compleet? Heb je wel eens dat het toch maar ten dele is? Ik mag iets van de vreugde van het geloof ervaren. Ik mag iets van de vrede met God ervaren. Maar het is ook zo gauw weer bestreden. Het is zo gauw ook weer afgezakt. Het is in de afgelopen week alweer een paar keer, verschillende keren fout gegaan, terwijl ik me zo had voorgenomen aan de tafel van nu voortaan. Ja, ik mag geloven dat het heil in Christus volmaakt is en als hij vergeving schenkt, dan betreft het al mijn zonden. Dan zet hij mij niet maar een beetje recht voor God, maar helemaal. Maar dat geloof in het volbrachte werk van Christus, het is soms maar zo klein, het is soms maar zo wankel. Ik twijfel soms. En de kerkgang hier, het is ook nog maar steeds een poosje. En dan gaan we weer weg. En dan moet u maandag het leven van alle dag weer in. En waarin zoveel op je afkomt aan allerlei zaken die je zomaar bij de Heere kan wegtrekken. Heb je wel eens dat je het idee had, ik had nog wel een poosje in de kerk willen blijven? God gaf in het Oude Testament 3 keer per jaar dat het volk mocht opgaan en komen naar zijn huis. Maar het was het paradijs nog niet. God geeft in het Nieuwe Testament wekelijks te mogen komen in zijn huis voor zijn aangezicht. Maar het is het paradijs nog niet. Er was die belofte dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond mocht worden. Ja, Psalm 48 zong, ga rondom haar en tel haar torens en vestig je aandacht op de vestingwerken. Ja, want het was een stad die stevig gebouwd was, veiligheid bood tegen de vijanden. Maar er was die belofte, Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden, zonder een verdedigingsmuur eromheen. Zonder van die bastions en van die kastelen die de vijand buiten moesten houden. Want er was geen vijand meer. Maar zo is het nog niet. Er was vreugde in het Oude Testament om het heil dat God zou gaan geven.
Er is vreugde om het heil dat via de dag van Pinksteren toevloeit naar de heidenen en van alle windstreken mensen toebrengt tot Christus. Maar er komt een tijd dat die vreugde overstroomt. En dat de vreugde van het nieuw Jeruzalem alles overtreft en overstijgt. Daar zal het zijn, God alles en in alle. Volmaakte vrede. De vrede die je hier onder de prediking en de bediening van de verzoening aan de avondmaalstafel soms mag ervaren. Het is goed tussen God en mij, om Christus wil. Maar ik ben het zo weer kwijt. Zal daar volmaakt zijn en blijven. Die profetie dat Jeruzalem dorpsgewijze bewoond zal worden, zal in vervulling gaan. Geen stadsmuren meer, geen torens meer, want de vijand is overwonnen. Hij is definitief verslagen. Altijd vrede. Dat nieuw Jeruzalem, het zal vervolmaakt worden als het Jeruzalem dat afdaalt uit de hemel en daar is geen tempel meer. Waarom niet? Omdat het nieuw Jeruzalem met afmetingen wordt geschilderd die een kubus zijn. En dat herinnert aan het heilige der heiligen dat ook een kubusvorm had. Daar woonde God, daar troonde hij. Daar kon alleen maar een hoge priester één keer per jaar komen. Maar toen scheurde het voorhangsel op Goede Vrijdag. Toen mochten om Christus wil zondaren tot God de Vader gaan bidden. Uw vader, mijn vader is uw vader. En straks is het nieuw Jeruzalem één heilige der heiligen. Waar dat hele volk van zondaren dat verlost werd door genade, door het bloed van Christus, als priesters, als hoge priesters mogen staan. Niet maar één keer per jaar, maar tot in de eindeloze eeuwigheid. Ik zal met mijn volk zijn en mijn volk zal met mij zijn. Heel het nieuw Jeruzalem is tempel. De woonplaats van de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En hoe vaak je over Psalm 122 ook kunt nadenken, mediteren en preken. Je kunt het pas ten volle begrijpen als we daar zijn. De vrede voor Jeruzalem. Waar hij is, die de dood overwon. En waar er geen graven meer gedolven worden. Er is geen enkele begraafplaats meer in dat nieuw Jeruzalem. Waar nooit de vloek van de zonde meer zal zijn. Waar niemand zal zeggen, ik ben ziek. Want al die eerste dingen en de gevolgen van de zonde zijn door hem weggedaan. Daar waar hij de tranen die wij hier gelaten hebben, ondanks de vrede en de zegen die we mochten ontvangen van hem, vergaard heeft in zijn fles. En waar hij de zijne, en ik stel het me maar zo voor, als een vader die, of een moeder die een kind op de knie neemt en de tranen uit de ogen wist. Kom joh, het is voorbij. Over lijden heen. Eeuwig thuis. Want wie in geloof in Christus zijn ogen mag sluiten, mag ze open doen in het nieuw Jeruzalem. Denkt u daar veel over na? Denk je veel na over het nieuw Jeruzalem? Moet u doen. Moet veel nadenken over het nieuw Jeruzalem en hoe het daar zal zijn. Al gaat het je voorstellingsvermogen te boven. De schrift geeft er toch wel dingen voor om over na te denken. Want daar zijn we naar op weg, of niet? Het is of voor eeuwig daar, of voor eeuwig in de buitenste duisternis. Want er zijn maar twee bestemmingen en er zijn maar twee wegen.
moet veel nadenken over wat God zegt over die eindbestemming die Hij heeft weggelegd voor een ieder die zijn zonde beleidt en laat. En dan is de avondmaalstafel een moment geweest om iets te proeven van het bruiloftsmaal van het Lam. Dan verbindt de avondmaalstafel de kerk hier beneden met de kerk boven. Voor zijn troon en hier beneden. En als je zo mag reizen naar zijn stad, dan is iedere zondag, dat was een uitdrukking van de Puritijnen, iedere zondag is een stapsteen naar het Nieuw Jeruzalem. Naar de hemelse zaligheid. Waar het eeuwig vrede is en eeuwig recht blijft tussen God en mij door zijn genade. En weet u, dan is deze zondag weer een stapsteen dichterbij. En is het nou een stapsteen dichterbij voor u en voor jou naar de hemelse zaligheid? Of niet? We zijn allemaal een week verder. En je kunt vorige week nog bidden. Of de Heere in ziekte uitkomst wil geven. En je kunt een week later moeten bidden. Om troost voor de rouwdragende. En hoe vaak moeten we dat nog meemaken? Dat we zijn als een bloem op het veld. Prachtig, bloeiend, maar als de wind zich laat horen. Knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Dan is iedere kerkdienst ook een oproep. Voor de onbekeerde, zoek de Heere en leef. Ja, zoek de Heere en leef. Want wie de Heere leert zoeken en wie de Heere mag leren kennen en wie door genade verzoend wordt door het bloed van Christus met de Heere, die zal leven, al was die ook gestorven. Zijn we een week dichter bij thuis? Beleef u zo de zondag, een week dichter bij thuis. Bij het huis van Vader. Die zoveel woningen heeft in dat huis, zoveel kamers heeft in dat huis. Dat de grootste van de zondaren daarin past. En dan zal het alleen maar toenemen, de vreugde. Maar ook de aanwezigheid bij God. Ik zal in het huis van de Heere blijven. In lengte van dagen, zingt David. Van 3 keer naar 52 keer. En laten we die hele discussie over 1 of 2 keer naar de kerk, alstublieft. 2 keer is eigenlijk nauwelijks genoeg. Om van die goede God te mogen horen, die mijn zaligheid op het oog heeft, terwijl ik er geen spaan van heb verdiend. Maar het gaat heen naar lengte van dagen. Lengte van dagen waar ik nooit meer weg hoef uit die zalige gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar ik Hem mag zien, van wie ik gehoord heb in de prediking. En ik heb het al vaker gevraagd, maar bid voor de dienaren van het woord dat ze u Christus zo zullen verkondigen dat u straks geen andere Jezus ontmoeten zal dan dat u verkondigd is. Dat je mag herkennen, ja, zo is van hem gesproken, zo zie ik hem nu, zulk een is mijn liefste. Deze Christus heb ik leren lief krijgen, omdat hij me verkondigd werd als een zaligmaker van zondaren, die zijn leven gaf toen ik nog een goddeloze was, om mij met zijn Vader te verzoenen.
Deze Jezus heb ik lief gekregen, omdat Hij mij eerst lief had. Deze Jezus heb ik leren zoeken, omdat Hij naar mij vroeg. En nou mag ik Hem zien, aangezicht tot aangezicht. Daar verlang ik naar. Toch? Oh ja, ook alle aardse zegeningen zijn een gave van God. En soms botst het wel eens. Dat je dingen weten mag die de Heere wil geven, waar je naar uitziet. En tegelijkertijd, als het nou om deze dingen gaat, is het verreweg het beste om met Christus te zijn. En dan maar het aan Hem overlaten. Zijn tijd. Biddend met de Geest, die samen met de kerk en de bruid bidt. Kom, Heer Jezus. Ja, kom haastig. En die het elkaar toeroept. Wie dorst heeft, komen. Kom, ga met ons en doe als wij. En die nemen van dat water des levens om niet. Om het samen voor zijn aangezicht te belijden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie enige God, u zij al de lof en de eer en de aanbidding. Kom, Heer Jezus, Maranatha. Ja, kom haastig. Ik ben blij als er mensen zijn die zeggen, kom, we gaan naar het huis van de Heere. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Amen.